Van Extints tot Fresco, van Styx tot Esteem. Je kunt ze allemaal terugvinden in een speciaal hip-hop kleurboek. Het gaat van legendarische rappers die aan het begin stonden van de Nederlandse hip-hop tot aan de hip-hophelden van nu. En het is gemaakt door iemand die jarenlang midden in de nederhop scene heeft gezeten en samengewerkt heeft met Def P van Osdorp Posse. MC Raymond, ofwel Raymond de Jong, hey, goedenavond. Goedenavond, hoi. Hoi, je bent vorig jaar al begonnen met het idee voor het grote Nederlandse hip-hop kleurboek. En nu is het hier dan. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, super blij mee natuurlijk. Na zo'n jaar ermee bezig zijn. Ja, want stonden mensen in de hip-hop wereld er eigenlijk voor open in eerste instantie? Dus heb je leuke reacties gekregen? Ja, dat was dus best wel verbazingwekkend, zeg maar. Want ik had het idee bedacht. En toen ben ik met de rappers in mijn omgeving gaan vragen van vinden jullie het leuk dat ik jullie teken voor in het Nederlandse hip-hop kleurboek? En toen zeiden iedereen zei meteen ja. En toen is de olievlek heel snel heel groot geworden. En dat is eigenlijk maar doorgegaan tot nu. En nu staan er meer dan 100 artiesten vanaf de jaren 80 tot nu staan erin. Heb je ook mensen af moeten wijzen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Je bent niet groot genoeg voor het grote Nederlandse hip-hop kleurboek. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik had wel, want ik heb het mogelijk gemaakt met een crowdfunding, zeg maar. En toen ben ik er echt mee naar buiten getreden. Toen kreeg ik wel allerlei aanmeldingen nog. En dat was natuurlijk allemaal heel erg last minute. En toen zijn er wel een aantal namen niet ingekomen daardoor. Oh, dus er is wel ruimte voor een uitbreidingsset. Ja, dat zou op zich dat kunnen natuurlijk. Maar het is nu wel zo dik geworden dat het... Wie zou ik dan nog van vroeger moeten doen, zeg maar? Dat zou alleen over de rappers van nu kunnen zijn, denk ik dan. Want van vroeger staat echt heel veel staat erin. Er zijn natuurlijk nog veel meer van vroeger. Maar ja, weet je, ik heb hem expres zo dik gemaakt. Ik denk, ja, dan is het één keer een project en dan is het wel mooi, zeg maar. Ja, precies. Ja, wat was eigenlijk jouw uitgangspunt voor de mensen die je terug wilden laten komen in het kleurboek? Was bijvoorbeeld diversiteit een belangrijk onderwerp daarin? Ja, nou, ik wilde een goede vertegenwoordiging van vroeger en nu, zeg maar. Dus vanaf de jaren 80 tot begin jaren 90, zeg maar, die periode. Dat daar genoeg namen van die tijd in stonden. De middenperiode, waarin ik zelf ook actief ben geweest. Dus, met mensen als Ali B, Lange Frans, Negative, Yeser. Weet je, die hele periode. En de periode nu, met de bekende namen zoals Jos Silvio en Snelle, et cetera, et cetera. Met het idee dat kinderen dan kunnen leren dat ze ook de oude rappers van vroeger leren kennen, zeg maar. En de muziek kunnen gaan checken. En dus meer kunnen ontdekken van de tijdlijn van hoe het loopt binnen de hip-hop. Dat Lil Kleine geïnspireerd is of gestart is door Lange Frans. Dat Lange Frans door Extints begonnen is. Dat Extints weer begonnen is door Ricky D en de Sugar Hill Gang. En dat het eigenlijk zo met elkaar in verband staat allemaal. Super interessant. Ja, heb jij eigenlijk binnen die research dan nog dingen geleerd die je niet al wist? Nou, heel veel wist ik wel, maar heel veel moest ik wel even fact-checken, zeg maar. Dat ik wel zeker wist dat ik het goed wist. En soms hoor ik dan ook nieuwe dingetjes of... Je hoort natuurlijk altijd wel iets wat je nog niet weet. Je kan niet alles weten, maar ja, ik heb meer dan 20 jaar ben ik actief geweest in die scene zelf. En daarvoor luisterde ik er ook al naar. Dus weet je, je zit er al een hele tijd in. Maar vooral van... Ik ben zelf begonnen in 1995, in die tijd daarvoor, zeg maar. Daar heb ik nog heel veel dingen van bijgeleerd het afgelopen jaar. Dus dat is altijd leuk. Ik zit echt helemaal voor me dat als je kinderen hebt... en dat je daar dan doorheen bladert... en dat je dan samen dat gaat inkleuren... en dan gewoon het hele album gaat luisteren. Nou ja, ik heb voor... is dat ook een gebruiksaanwijzing van kies een kleurplaat. En dan zoek de muziek op hiphopkleurboek.nl. Daar staat een knopje muzieklijst. En daar kun je de muziek van de artiesten... vinden van iedere kleurplaat die erin staat. Dus dan is het idee van, je kiest een kleurplaat, je zet de muziek aan en je gaat aan de slag. Dan heb je de volledige experience van, nou, als je Brainpower gaat kleuren, heb je de Brainpower experience. Als je Sugarcane gaat kleuren, heb je de Sugarcane experience. Weet je wel? En dat, cool. Echt leuk. En dan, laatste vraag, Raymond. Heb je eigenlijk ook nog een reactie van iemand gehad die zei van... hallo, hoezo heb je me zo getekend of zo afgebeeld? Want zo'n bolle kop heb ik helemaal niet. Of iets in die richting.
Nou, het gezicht was meestal wel goed, zeg maar. Een aantal rappers die wilden hun tekening natuurlijk van tevoren zien, wat ook prima is. En waar ik dan feedback op kreeg was, ik draag eigenlijk nooit Nikes. Ik heb liever Yeezys en wel dat type. Of als er aan mijn ketting, daar hangt nu dat teken, maar misschien moeten daar die letters. Dus het ging meer over het aanpassen van accessoires dan het gezicht. Want daar heb ik eigenlijk nooit feedback of kritiek op gehad. Daar zat ik wel redelijk mee goed. Oh, wat grappig. Wat een stelletje ijdeltuiten. Fantastisch. Ja, best wel grappig. Maar ja, weet je, ik vind het prima. Want de tekening moet de artiest zoveel mogelijk representeren. Daarom staan ze ook in een bepaalde houding. Of ik heb ze zoveel mogelijk willen typeren. En als iemand dan nooit op Nikes loopt, maar altijd op Yeezys, nou ja, dan moet dat natuurlijk goed zijn. Raymond de Jong, echt heel erg leuk. Dankjewel. Het grote Nederlandse hip-hop kleurboek met daarin maar liefst 120 Nederlandse rappers is nu verkrijgbaar. Yeah. Yeah, dankjewel hè. Yo, jij bedankt.